I will worship you alone. Your love is one of a kind, the queens of heaven from above, King of heavens and creator of the earth, Lord of love and God of love, such a good. Het was een tijd op Aruba dat de Brassband was echt bekend. Ze waren zoals een 10 tot 12 Brassband op Aruba en dat was voor die tijd echt te veel. Het was in de jaren 93, 92, ik herinner het heel goed. Ik heb tegen mijn vader gezegd, ja, ik wil zoiets gaan spelen. En daar heb ik echt mijn passie gevonden, dus echt wat ik wou worden. Daarna was ik ook begonnen met Típico. Típico is een soort culturele band op Aruba. Ze spelen elke jaar. Er zijn verschillende activiteiten. En ik begon ook DJ in die grote nightclubs van Aruba te spelen. Dus daar begon mijn passie echt voor entertainment. Toen ik 18 was, 17, 18, ging ik in de grote studio. Maar het probleem was Aruba, er waren verschillende studios die bijkwamen. Ze hadden de kwaliteit niet. Ik kwam met de kwaliteit. Daarna begon ik mijn eigen studio op te bouwen. Ik ging in de casino werken. Om zo geld, echt groot geld binnen te krijgen, om mijn eigen studio te maken. En daarna begon ik echt met de grote artiesten, want ik was zo enthousiast. Ik had zo een energie. Dat was een van mijn grote stappen. Na 2 jaar tijd, had ik mijn grote studio proberen en ja, ik begon er geld mee te verdienen. Maar er was een tijd, door de crisis ook, Aruba is ook aangeraakt door de crisis, dus recessie. En die vraag voor de productie, die ging omlaag. Dus ik heb de studio gesloten voor een tijdje. En ik kwam tot het idee dat ik heb mijn HAVO afgerond, dus dat was in de jaren 2007 en ik praat nu in 2009. Ik heb mijn HAVO afgerond. Ik had in 2008 was het een succesvol jaar voor mij. Ik heb veel geld verdiend. Ik kan niet zeggen, het was een van de beste jaren wat betreft muziek. Daarna kwam ik hier. En dat was één beslissing van mij en ook van mijn moeder. Mijn moeder die gaf me de push om, ga studeren man, je kan het wel doen, je kan groter worden. En toen ik hier ben gekomen, heb ik andere doelen gezet. Dus ik heb een doel gezet dat ik één dag een Latijns, misschien een Latin Grammy Award zou willen winnen. Of ja, at least nominated zijn voor gewoon een Latin Music Award. En ik werk met andere grote artiesten die studeren ook. Dus die studeren in andere plaatsen zoals Costa Rica, Amerika, Colombia. En een van hen is een dokter nu. Zijn naam is Miguel Ganser. Hij is echt beroemd op Aruba, echt groot. Ik werk ook met Luigi Cortez. Hij heeft de Idols op Aruba gewonnen. Ik heb ook met verschillende bands van Aruba gewerkt, normale bands gewoon. En ik probeer die kwaliteit omhoog te stellen. Maar toen ik in Nederland ben gekomen, heb ik andere mensen leren kennen, andere producers leren kennen. Ook, ik kan meer dingen gaan doen, want ik had de tijd om echt onderzoek te gaan doen, research te gaan doen over de marketing. En hier op school leerde ik veel van die dingen, van die rechten dat je hebt, van de doelgroepen, dat ja, je moet een doelgroep zetten, wat is je doelstelling dat je wilt bereiken en al die soort dingen. De strategie, dat wisten we niet. We wisten gewoon om alleen maar muziek te maken, dus dat was het. En doordat ik ook veel kennis had in de website designer, dus het maken van een website, ontwerpen van een website, ontwerpen van de grafische covers, CD's en die dingen, kon ik van alles doen. Dus ik ben een soort pakket, een hele pakket in één. Tot nu toe had ik een nummer 1 in Nederland, want dat was ook een van mijn doel. Een nummer 1 op Aruba, in Nederland, sorry, op een van de radio van Nederland te kunnen krijgen. Dat was die nummer van Ainda. Het zit op YouTube, je kan het vinden. Het is een filmpje van Upgrade Music. Het is een band van Aruba, een van de grootste artiesten op dit moment. Het zijn kleine jongens, maar echt met grote talenten. En ze hebben nu ook een andere nummer. Die zit op Latin Chart van Phonix. Dus het was Phonix was de nummer 1 vorig jaar. En dat was een van mijn doelen. Dus ik heb het doel, ja, het bereikt. Nu zit ik met een ander doel. Ik kan niet zo veel over vertellen. Ik heb deze week goede nieuws gekregen. Over
een van mijn artists, dus een van mijn artiesten, die heeft mij gebeld en heeft tegen mij gezegd dat hij een deal heeft gekregen met een grote label. Ik zeg gewoon, de grote label van Latin America. Ik heb al een, ik zeg 5 of 6 artiesten, dus die komen altijd bij mij terug. Dus ik heb een relatie met hun opgebouwd. En met hun ben ik bezig. Ik ben ook bezig met een remix van Daddy Yankee. La Fumba. Dat is Daddy Yankee is een van de grootste bekendste artiesten van urban music nu, van Latijns-Amerika. Hij zit ook in Amerika. Hij heeft die muziek van de nummer van Gasolina. En met dat ben ik bezig. Ik ben ook bezig met Miguel Ganser. Die zit nu in Costa Rica. Hij is dokter. Hij heeft bijna afgerond. Dus met hun ben ik bezig. Dus elke dag ben ik bezig met ook een website ontwikkelen. Verder nieuws op de website zetten. Ook, ik heb mijn applicatie nu op Android. Die kan je vinden. Gewoon bij de applicatie van Android. Je kan ook mijn naam gewoon Gilner Dixon schrijven. En je krijgt het gewoon. En daar krijg je alle informatie, foto's, biografie, muziek, evenementen, press release en al die dingen. En jullie kunnen mijn informatie en personele gegevens vinden op www.gdi-produce.com. Decente, mira. Páramelo, páramelo. Algo de contado, a mí que confesar lo que mi está sintiendo y ni aclarar no me queda un buen corredor para siempre correr de momento constantemente.